Het was alweer even geleden dat ik Denise Kilots had gesproken en vorige week kwam er groot nieuws naar buiten omtrent Miss Dynamite. Zij gaat het op 4 april in Texas opnemen tegen Tayla Santos in de PFL-kooi onder het regular season format. Groot nieuws. En dus is de goede reden om eens te horen hoe Denise hier zelf over denkt. Denise, welkom. Het is altijd een eer om met jou te praten, helemaal wanneer jij in Fight Camp bent. En we gaan het uiteraard straks over jouw gevecht hebben, maar allereerst de belangrijkste vraag: hoe gaat het met jou en hoe gaat het met de mensen om je heen? Het gaat hartstikke goed met mij. Ik zit goed in mijn vel. Ik ben lekker aan het trainen. Natuurlijk is een fightcamp altijd het beste. Geen blessures. Dus ja, het gaat hartstikke goed. Erg fijn om te horen. En wanneer kreeg je eigenlijk voor het eerst te horen dat jouw volgende gevecht niet in de Bellator-kooi zal zijn, maar in de PFL-kooi? Ja, dat was eigenlijk al best wel snel in januari kreeg ik te horen dat mijn volgende gevecht in de PFL-kooi zou zijn. Dus het was natuurlijk al een beetje, mijn laatste gevecht in november was al een soort van afscheid van Bellator. Maar ik had toch nog een beetje hoop, want ik zag een show in Ierland. Dus ik dacht, oh, oké, dus Bellator gaat nog wel door. Maar toen kreeg ik al heel snel te horen dat voor mij de volgende stap PFL wordt. Jij bent nu officieel een PFL-fighter, niet meer terug naar Bellator dus. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar ja, ik ben nu wel officieel een PFL-fighter inderdaad. En of ik dan officieel geen Bellator-fighter ben, dat durf ik niet te zeggen. Maar als Bellator me belt voor een gevecht, ben ik er. Hey, de hele top 6 eigenlijk van die flyweight-divisie van Bellator zit in dit toernooi. Heb jij al eerder een soort ervaring gehad met een toernooi-format? En weet je bijvoorbeeld al hoeveel gevechten je gegarandeerd in actie komt? Want dat is al een beetje bepaald, toch? Zeg ik dat goed? Klopt, ja, klopt. Ik geloof dat er 4 wedstrijden zijn. Dus dat we om de 2 maanden vechten. En de finale zal waarschijnlijk eind november, begin december zijn. Dus ja, dat hebben we wel een beetje gehoord. Dat het op zo'n manier wordt uitgevochten. Dus gewoon zorgen dat we fit zijn. Dat we om de 2 maanden gewoon weer in die kooi gaan staan. Ja, en dan sommige van die andere dames in dit toernooi hebben best wel moeite om flyweight 125 te maken. Jij hebt me altijd gezegd, ja, dat het niet heel lastig voor je is. Dat je wel eens 123, 120 heb ik je wel eens over gehoord. Is dat dan echt een groot voordeel? Want je moet 4 keer dat gewicht gaan maken, dus binnen een vrij afzienbare tijd. Klopt, ja, klopt. Ik denk dat inderdaad veel vrouwen die moeite hebben met het gewicht, dat het best wel lastig wordt. Alleen moet ik wel zeggen dat echt iedereen die erin zit zijn professionals en hebben nooit een weight gemist in het verleden. Dus ik denk en ik ga er ook van uit dat het waarschijnlijk wel zwaar voor ze wordt, maar zeker haalbaar. Tayla Santos is jouw allereerste tegenstander dus. Je gaat nog 3 keer vechten, als ik dat goed begrepen heb. Het begint met Tayla Santos. Wat was jouw Ja. reactie toen je eerst haar naam zeg maar voor het eerst aan die van jou gekoppeld zag worden? Nou, het grappige was dat een tijdje voordat wij gematcht waren, toen zag ik dat zij een contract had getekend bij PFL. Dus toen zei ik nog tegen mijn teamgenoten in Oz, zei ik tegen Shemaine, zei ik van, hey, ik zag dat die van UFC ook in het PFL. Ik zou het ook wel vet vinden om eerst ronde tegen haar te vechten. Dus ja, toen hoorde ik van dat ik tegen haar ging vechten. Dat was dus, dacht ik, ja, de universe heeft me gehoord. Want ik heb het letterlijk zo uitgesproken. Dus en zo is dit gevecht, ja, komt dit gevecht eraan. Super interessant. Shemaine natuurlijk zelf de hoofdtrainer als jou, Dwayne. Ja, En klopt. heeft Dwayne je ook heel veel geholpen voor het camp? Helpt hij je nog steeds? Ja, hij helpt me nog steeds. We trainen natuurlijk allemaal in Os. Al moet ik wel zeggen dat dit fight camp ik vooral heel veel met Hestie aan het trainen ben. Veel op de gameplan. Ik laat alles echt op mijn gevoel uit. En natuurlijk in de gym zijn er heel veel andere vechters. Je mannen moet
twee dagen na mij. Zo zijn er dit weekend weer. Dus er zijn heel veel vechters bij ons in de gym, zijn in voorbereiding. Dus ik ben echt persoonlijk, zeg maar, echt met Hestie ben ik echt aan de slag gegaan om mijn voorbereiding helemaal compleet te maken. En hoe bereid je je voor op een tegenstander als Santos? Want jij hebt vaker tegen Brazilianen gevochten. Wat voor stijl heeft zij? En jouw laatste gevecht tegen Sumiko Inaba, ja, die low leg kick zat er zo hard en vaak op. Gaan we dat weer zien in deze partij? Ja, zeker, zeker. Ik denk dat qua gameplan dat deze tegenstander een klein beetje hetzelfde is als mijn laatste tegenstander. Alleen dan wel een stukje feller, een stukje agressiever en een stukje sterker. Dus wat dat betreft geen verschil. Ik heb wel in Santos, ik heb bijna al haar wedstrijden geanalyseerd. Want ik hou ervan om mijn tegenstanders echt tot de details te analyseren. En ik zie heel vaak dat ze vaak dezelfde fouten maakt. En zeker heel gevaarlijk en heel sterk is. Maar ik nog geen tegenstander heb gezien die daar gebruik van heb gemaakt. Dus dat ga ik 4 april uitproberen. Nee, absoluut. En zij is misschien wel het meest befaamd dat ze zeggen, zij heeft misschien van Valentina Shevchenko gewonnen. Vond jij dat ook? Dat gevecht heb je natuurlijk gezien. Vond je dat ook? Ja, ik vond het zeker een close fight. Ik moet wel zeggen dat ik inderdaad, als ze allebei de winnaar hadden uitgegeven, als ze haar als winnaar had ik het begrepen, maar ik begreep uiteindelijk ook dat het Valentina werd. Tegen de kampioen moet je toch, ja, weet ik uit alle ervaring, moet je toch echt alles en elke ronde echt dominant laten zien dat jij de nieuwe winnares bent. Dus wat dat betreft kan ik het ergens misschien snappen dat ze naar Valentina hebben gegeven. Maar ja, die wedstrijd, die heb ik ook tot de voet gevolgd. En daar heb ik zeker ook haar naam is mij bijgebleven door die wedstrijd. Dus ik weet dat dit een hele grote tegenstander wordt en alle ogen op haar gericht zijn. En dat ja, een grote naam in de vechtsport, in onze vrouwendivisie. Dus voor mij zie ik dit eigenlijk al als een finale fight. Ja, absoluut. Een van de grootste gevechten in het hele toernooi, zeg maar, in die eerste ronde. Weet jij ook al je volgende tegenstanders? Of werkt dat nog niet zo? Nee, helaas niet. Het was sowieso al een beetje apart, want het was in eerste instantie de bedoeling dat alle Bellator-vechters tegen alle PFL-vechters zouden vechten. Maar ik zag dat al in de matchmaking dat dat al niet helemaal klopt, omdat ja, Liz Carmouche tegen Juliane Velasquez voor de derde keer. Dus ik denk niet echt dat ze daar meer aan houden en daarom zie ik het nu gewoon wel per gevecht. Juist, en komen ze denk je naar Europa? Is er een kans dat jij in Europa gaat vechten of wordt dit allemaal in Amerika afgewerkt? Ja, het toernooi wordt wel echt allemaal in Amerika uitgevochten. Ja. Nou, een beetje jammer voor ons, maar Ja. goed. Ja. Ik weet dat jij dat. Je laatste gevecht was volgens mij Chicago, dus je bent het Ja. wel gewend. Ja, klopt, klopt, klopt. En ik geloof dat nu, normaal gaan we 5, 6 dagen gaan we al van tevoren daarheen. Maar nu gaan we al echt een week van tevoren daarheen. Want nu. Van PFL moet ik ook bepaalde medicals daar doen, omdat ik uit Europa kom. Dus ik ga er al veel vroeger heen. Dus dat vind ik alleen maar fijn voor het tijdsverschil en wennen aan het klimaat daar. Duidelijk. En dan, ik weet dat jij een hele goede relatie met Scott Coker altijd hebt gehad. Als het goed is, werk je nu dus met een andere president, Don Davis. Heb je hem gesproken? Hoe is dat contact tussen jou en de PFL? Voel je je net zo gewaardeerd? Ja, dat kan ik eigenlijk moeilijk zeggen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat toen ik het contract ondertekende en ik zag Ray Sefo staan in plaats van Scott Coker, had ik wel een klein beetje de dacht van ja, want ik ben ja, ik moet toch wel zeggen, de hele organisatie van Bellator en
de mensen met wie ik contact heb, weet je, dat was toch echt jarenlang een soort van familie. En die, ja, die zijn er nu niet. En ik merk toch wel, het gaat allemaal toch even net even anders bij een nieuwe organisatie. Dus ja, het is wel even wennen. Maar ja, uiteindelijk draait het toch allemaal wat je daar in die kooi laat zien. En ik merk gewoon aan alles dat ik wat bewijzen heb daar straks. Want ja, ja, ik heb het gevoel dat ze denken van dat ik misschien weinig kans maak. Maar ik ga echt bewijzen dat zijn juist de gevechten die mij het gevaarlijkst maken. Dus laten zien dat deze match voor mij is, voorbestemd. Absoluut. En dan, wat gebeurt er na die vier partijen? Want je kan punten winnen. Als je wint op decision krijg je bijvoorbeeld punten. Als je wint op finish krijg je bijvoorbeeld punten. Maar wat gebeurt er na die vier partijen? Hoe is het degene met de meeste punten gaan door naar een soort knockout fase? Kan je daar nog iets over zeggen? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat daar ook nog niet echt helemaal in Ik ook verdiept niet. heb. Ik ben, Spijt me. Ik ook niet. ja, ik ook niet. Nee, en ik begrijp het ook niet helemaal. Ik moet je eerlijk zeggen, ik zit in een toernooi, maar ik zie echt dit gevecht als de finale. En dit en wat daarna gebeurt, of hoe de puntentelling. Hoe dat in elkaar zit. Want natuurlijk, de winnares krijgt een miljoen. Dus dat is ook vaak waar je hoofd van gaat tollen. Maar voor mij blijft het echt mijn concentratie in deze eerste wedstrijd. En ik weet gewoon dat dit is waarschijnlijk de zwaarste wedstrijd is. Ik vind Santos ook een van de beste die in onze pool zit. Dus ja, ik zie dit echt als een finale. En wat daarna gebeurt, of wat er met die puntentelling, ik ga gewoon zorgen echt dat ik ook boven mezelf ga uitstijgen. Ja, volgens mij doen ze geen ellebogen in dit toernooi. Heb je dat meegekregen? Ja. Klopt, ja. Want ja, de ellebogen, ik hoorde dat omdat het een toernooi is. En vaak als je dan open gaat, dat dan misschien na 2 maanden dat nog niet hersteld kan zijn. Dus ellebogen zijn inderdaad niet toegestaan. Oké. Ja. Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan, om heel eerlijk te zijn? ja, mijn droom, ik heb er nog nooit eentje gegeven in een wedstrijd, dus... Mijn droom is eigenlijk wel om een keer zo'n elleboog te gooien. Dus ja, dat nu niet kan, dat vind ik wel jammer. Maar dan maar voor een andere keertje. Dus Denise, even voor mijn beeldvorming. Dit gaat allemaal binnen 1 jaar concluderen. Dus in 2024 gaan hun, zeg maar, die miljoen aan een van die 16 flyweights in jouw toernooi uitgeven. Heb je al nagedacht over volgend jaar? Ga je dit nog een keer doen? Nou, ik kijk nog niet te ver vooruit. Ik moet zeggen dat ik word straks, net voor de wedstrijd, word ik 35. Ik Net durf als ik bijna niet. dus. Ja, en ik kijk het nu echt per gevecht en hoe ik me voel en waar ik sta in het leven. En ik kijk echt per gevecht, want ik merk ook wel dat ik ben nu 35, maar ja, ik merk ook wel dat het is voor mij geen 10-jaren-plan meer, laat ik het zo zeggen. Nee, logisch. Ik weet nog dat we vorig jaar ook spraken en je had net een nieuw contract getekend, een paar partijen nog erop, die wilde je afwerken en dan, nou ja, nu zit je dus weer in iets nieuws. Ik was heel erg Ja, benieuwd. En dit gaat ook nog ja. best wel snel. Bij Bellator ging het niet zo heel snel, partij na Nee. partij. Nu gaat het ook nog eens heel snel. Ja. Dus dat is aan de ene kant wel weer fijn, weet je. Kijk, als je een nieuw contract, dan ben je sowieso weer 2 jaar ben je verder. Maar dit is eigenlijk al tot december heb je al gewoon 4 wedstrijden gevochten. Dus ja, wat dat betreft is dat natuurlijk voor mij is dat de ultieme droom om zo toch langzaamaan mijn carrière af te sluiten. Heb jij ook wel eens kickbokstoernooien gewonnen? Ja. En met kickboksen heb ik heel veel of heel veel toernooien gevochten. Dus het gevoel van toernooi vechten, dat ken ik wel. En ook ik heb wel eens op 1 avond 3 wedstrijden gevochten. Dus ja, als dit bijvoorbeeld meerdere wedstrijden op 1 avond was, vond ik het ook goed. Ja, ik zie dat je er heel veel zin in hebt. Een paar laatste vragen voor ik je laat gaan, Denise. Enig nieuws met Hesti, gaat hij nog een keer de ring of de kooi in? Weet je daar iets van?
Nou, ik moet zeggen dat we hebben laatst het heavyweight toernooi gekeken van Glory. En ja, dat was zo spannend. En toen zag ik even in zijn ogen, zag ik toch wel even weer die sprankel van, weet je wel. Dus toen, ja, toen keken we over elkaar aan en ik wist precies wat hij voelde. En na een tijdje zei hij ook van, nee, dit is toch wel echt klaar voor me. Dus ja, ik durf het bijna niet te zeggen, say never, maar op dit moment is hij toch echt super druk met heel veel andere leuke dingen. En ja, je ziet het, hij is bijna amper thuis. Dus hij heeft het drukker dan toen hij nog vocht. En ja, ik denk het bijna niet. Maar ik durf het natuurlijk nooit te zeggen. Want ja, wat ik zei, afgelopen weekend of 2 weken geleden. Hebben we echt, kwam even weer dat gevoel van vechten omhoog, weet je. En hij zegt zelf ook, ik heb zelf wel zin om te sparren. Dus ja, dat durf ik toch niet helemaal te zeggen dat hij er helemaal klaar mee is. Maar ja, je weet het nooit. Nee, duidelijk. En ik zou hem graag willen zien, weet je. Hes, die zo'n legendarische vechter. Maar ook, hij is met jou heel veel bezig. Dus daar ben ik ook gewoon heel erg blij mee. Want die low kicks tegen Sumiko Inaba, die zaten er echt keihard op. En ik zag een klein beetje Hes Ja. de Gerges daarin terug, weet je. Ja. Zeker weten, zeker weten. Dus ja, dat is het mooie als je samen zoiets beleeft. En hij heeft dat gevoel, hij kent mijn gevoel, weet je, laatst ook. Hij weet precies hoe ik me voel zo 2 weken voor de wedstrijd. En dat zeg ik, vooral deze laatste periode van mijn vechtsportcarrière doe ik alles op gevoel, weet je. Ja, ik ben ook echt een gevoelsmens. Dus ja, mensen die echt in mijn hart zitten, die raken mij toch het meest. Ja, de laatste vraag voordat ik je laat gaan, Denise. Ik weet dat je ook altijd heel veel bezig bent in Amsterdam met jongeren en alles. Heb je in 2024 ook wat van dat soort zaken kunnen doen? Ik weet dat je ook veel met Usima bijvoorbeeld bezig bent. Heb je daar wat in kunnen betekenen ook nog? Ja, we hebben natuurlijk de podcast wat heel goed gaat. Wat nu eventjes on hold is, omdat Usima heel druk is met een programma waar ze straks in zit. Wat heel leuk wordt. Ik natuurlijk voor deze wedstrijd. Maar zodra mijn wedstrijd af is gelopen en zij klaar is met haar programma, dan zitten we weer samen aan tafel. En zijn we weer van plan om heel veel podcasts op te nemen met heel veel inspirerende vrouwen. En ja, laatst heb ik met Rocky van Favela Streets. Iets heel leuk hier in Amsterdam West heeft zij georganiseerd, waar ik te gast was. En ja, wat ik zeg, vrouwen, jonge meiden die zo bezig zijn en die met passie iets willen bereiken, dat vind ik alleen maar echt geweldig. Dus ja, daar zie ik ook zeker mijn toekomst in. Ja, jullie zijn een inspiratie. Ik vind het altijd prachtig om die dingen te zien op Instagram. En Denise, hartstikke bedankt voor de tijd. Ik vind het zo leuk om te doen. Altijd weer. Ik kan nog uren naar je luisteren. En ik bewonder het ontzettend dat je wederom in een nieuw avontuur betrokken bent. Nieuwe organisatie in een toernooiformat. Ja, gaat geen uitdaging uit de weg. En dat is echt prachtig om te zien. Dankjewel, dankjewel. Absoluut. Denise, bedankt voor de tijd. Wij spreken elkaar ongetwijfeld na jouw gevecht nog een keer. Ja, en ik kijk er Zeker weten. ontzettend naar uit om jou weer in de kooi te zien. Heel Nederland staat achter jou. 4 april in Texas, live te zien in Nederland op The Zone, denk ik. Misschien ook wel Videoland, maar 100% op The Zone. Don't miss the action. Denise, heel erg bedankt. Tot snel weer. Dankjewel, tot snel.